werd gelezen, het is, en ik werp neer om de engel aan te bidden. Wie deed dat? Johannes, was dat niet de geliefde discipelen van Jezus? Dat is nu al een oude man, meer dan 90 jaar oud, en hij gaat daar in zonde. Kan dat? Hij is toch de ouderling, zijn bijnaam was de ouderling, wegen zijn leeftijd, maar wegen ook van zijn functie. En hij is daar verbannen wegen zijn geloof en zijn getuigenis. En het is niet de eerste keer, het is de tweede keer in die visioen van openbaring dat hij heeft de neiging om, ik wil geen pavé nemen, een steen om hem naar te gooien, zodat ook ons met ons kunnen gebeuren. In de toekomst. En dat wil ik juist met jullie onderzoeken. Als ik een titel zou kunnen gebruiken voor deze prediking, het zou het volgende. Vuur uit de hemel. En ik heb het graag een beetje interactief. En ik ga jullie medewerking gebruiken. Maar ik vraag aan degenen die van die tabletten gebruiken, om alleen maar te gebruiken om te lezen, niet te zoeken. Oké? Ik maak alleen maar beroep op jullie geheugen en niet op jullie zoekvermogen met die machine. Welke Bijbelse teksten vinden we waar we letterlijk vuur, hemel, vinden in dezelfde Bijbelse vers? Het is een open vraag en ik verwacht antwoord. Ik wil het wel het eerste prijs geven. We zullen het chronologisch nemen in de Bijbel. En dus, er moet geschreven worden in dezelfde Bijbelse vers, vuur, hemel. De eerste wil ik wel prijsgeven, het is gemakkelijk, Sodom en Gomorra. Ik neem het met jullie en we zullen het samen doen. Hè? Dus Genesis 19, vers 24. Toen liet de Heer zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de Heer uit de hemel. Dus hier hebben we al een citaat waar we zien vuur uit de hemel komt. Dat is de eerste. Aan jullie nu de zet. De volgende. Elia. Waar met Elia? Op de berg Karmel daar. Het is daar? In die strijd met die 400 andere profeten enzovoort. Ik wil het samen met jullie nemen. Dat is in 1 Koningen. Het is in R, maar dat is... Ik moet het in Vlaams lezen. Hè. Dus 1 Koningen 18, vers 24. En daar hebben we de context. Ik ga dat hier zetten. 1 Koningen 18, 24. En het is precies geschreven vers 38. Dus 1 Koningen 18. Vers 24. Roept u daarna de naam van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heer aanroepen en de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei, dat is goed. Het is een uitdaging. En je hebt daar 400, misschien 800 mensen die de ganse dag dingen doen, vreselijke dingen doen, met hun lichaam ook, en er gebeurt niets. En vers 38 zegt ons, toen viel er vuur van de Heer neer, verteerde het brandoffer, het hout, de steen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Staat er geschreven, vuur en hemel? Nee. Ik ben heel precies en nauwkeurig in mijn onderzoek. Ik kan het niet aanvaarden. Andere tekst. Waar zien we vuur? We zien vuur met Mozes bijvoorbeeld, met de zevende plaag van Egypte. Daar heb je regen en heb je ook vuur. Maar het is niet geschreven uit de hemel. Op de berg Sinai, met de 10 geboden, daar is ook vuur gemengd. Maar niet uit de hemel. We hebben ook vuur die komt en met de inzegening van Aaron en zijn 4 zonen.
En dus ze zijn ingezegend als priesters en ze brengen hun eerste offer en het vuur uit de Heer komt, maar niet uit de hemel. Jammer genoeg, twee van die vier zonen zullen iets misgaan, het onreine met het reine te mengen, en daar komt ook het vuur uit de Heer, maar niet uit de hemel, om ze te straffen. En Mozes zal talrijk. Lucas 9, vers 54. Houd het. We zullen het chronologisch. Ik kom aan jou toe als we in het Nieuwe Testament komen. Oké. Okay. Dus Mozes zal nog andere keer mee te maken hebben met het vuur die van de Heer komt om bepaalde mensen die in opstanding komen tegen hem, omdat hij handelt daar als leider van de natie, als profeet van God. Maar ze zeggen, als Mozes het kan, wij kunnen het ook. Wij willen. En ze brengen de keuze van God in opspraak, feitelijk. En God zegt, ja maar, mensen, dat gaat niet zo. En ze worden gestraft. We komen terug naar Elia. En daar hebben we drie keer. 2 Koningen 1. 2 Koningen 1, vers 10 voor de eerste keer. Ik ga de brede context beschrijven, vers 2. Achazia viel door het traliewerk van zijn bovenvertrek dat in Samaria was en werd ziek. Hij stuurde boden en zei tegen hen, ga, raadpleeg Baal-Zebul, de god van Ekron, en vraag of ik van deze ziekte genezen zal. Dus we hebben hier een koning die van Samaria, die valt en hij wordt ziek, iets kapot gebroken waarschijnlijk, en dat geneest niet. En hij stuurt boden naar de afgodendienaar en om te vragen, kijk, zal ik daarvan genezen? En God komt tussen en vraagt aan Elia, kijk, maar ga een keer tussen daar en zegt aan de mensen die daar moeten gaan, dat het niet zo gaat. En dat de koning ook niet zal genezen. De koning ziet dat niet graag komen, zo'n boodschap, en hij vraagt, en wie heeft dat gevraagd of wie dat gezegd? Hoe was die gekleed? Ah, die had een lederriem en een kamelenharen mantel. Dat is Elia. En wat doet hij? Hij stuurt een groep van 50 mannen om hem gevangen te nemen. En we willen dat samen lezen, 2 Koningen 1, vers 10. Dus vanaf vers 9, en hij stuurde een hoofdman over 50 naar hem toe met zijn 50 taal. Toen deze naar hem toe klom, want zie, Elia zat op de top van een berg, sprak hij tot hem. Dus de hoofdman sprak tot Elia, man Gods, de koning heeft gesproken, kom naar beneden. Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman over 50, als ik een man van God ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en u en uw 50-tal verteren. Toen kwam er vuur uit de hemel neer en dat verteerde hem en zijn 50-tal. We hebben vuur uit de hemel. Wat is hier gebeurd? We hebben soldaten die komen een profeet te arresteren zonder respect voor hem te hebben. Ze bevelen hem, komt. En ze worden gestraft. Ze zijn bovendien in de dienst van een koning die doet aan afgodenrij. En misschien delen ze die achtergrond ook. Maar God komt tussen en hier komt vuur uit de hemel. En wat moest die vuur uit de hemel bewijzen? Als ik een godsman ben. Ja, er zijn mensen die soms koppig zijn. En dat gebeurt met die koning. Laten we verder lezen, vers 12, vers 11. En hij stuurde opnieuw een andere hoofdman over 50 naar hem toe met zijn 50 taal. Deze nam het woord en sprak tot hem, tot Elia, man God, dit zegt de koning, kom snel naar beneden. Weer een bevel zonder respect voor de ware godsman, voor de profeet van God te hebben. Wat gebeurt er? Vers 12. Maar Elia antwoordde en sprak tot hen, als ik een man Gods ben, laat er dan vuur uit de hemel neerkomen en u en uw 50-tal verteren. Toen kwam vuur van God
uit de hemel neer en verteerde hem en zijn 50 taal. We zijn aan de derde. Ja, koppig en koppiger en koppigste. We hebben het hier in de Bijbel. Die koning heeft misschien soldaten te veel. Hij stuurt nog 50 soldaten. Ongelooflijk, maar het gebeurt. Maar het gebeurt op een andere manier deze keer. Vers 13. En opnieuw stuurde een hoofdman over 50, de derde met zijn 50 taal. Deze derde hoofdman over 50 klom naar boven, kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia neer. Dus hij heeft respect voor de man Gods, of Godsman. Hij smeekte hem en sprak tot hem: Man Gods, laat mijn leven en het leven van uw dienaren, van die 50 taal, tot kostbaar zijn in hun ogen. Zie, vuur uit de hemel neergekomen en heeft die eerste twee hoofdmannen over 50 met hun 50 talen verteerd. Maar nu laat mijn leven kostbaar zijn in hun ogen. We hebben hier een vierde keer, het zal niet gebeuren, maar wel een vierde citaat in de Bijbel, waar vuur en de hemel staat geschreven. Verder toch om die context uit te klaren. Toen sprak de engel van de Heer tot Elia: ga met hem naar beneden, wees niet bevreesd voor hem. En hij stond op en ging met hem naar beneden, naar de koning. Dus Elia is hier zeker een godsman. Hij heeft het twee keer bewezen en in de derde, hij krijgt de toestemming of de raadgevingen van de engel van de Heer die zegt: oké, het is goed, je moet niet vrezen, ik ben met u. We zien hier feitelijk dat iemand die vuur van de hemel laat vallen, is, of laat neerkomen, is of mag gezien worden als een godsman, of zelfs iemand die contact heeft, tenminste met gezanten van God, engelen. We hebben al gezien, feitelijk, dat, op de Karmel niet het geval was. We zijn aan de vierde voorval. Ik ben op zoek naar een Bijbelse getal en we zullen die vinden. En het bestaat alleen maar uit die zeven. We gaan dan door. Dus ik onthoud Lucas, maar er zijn nog voorbeelden in het Oude Testament. Wanneer komt het volgende keer? Het is de zoon van zijn vader en zijn vader had grote plannen. Maar hij heeft die niet kunnen uitvoeren. Maar hij zegt aan zijn zoon: kijk, ik heb de plannen, het geld doet het maar. Hij heeft er 20 jaar eraan gewerkt en eindelijk mag de grote opening gebeuren. Het is Salomo. Salomo met de inwijding van de tempel. Salomo heeft 20 jaar eraan gewerkt. En eindelijk kan de tempel ingewijd worden. En zoals met Aaron en zijn vier zonen, daar het vuur is gekomen, hier zal ook het vuur komen. We willen dat samen. Het is in 1 Kronieken. 1 Kronieken. Ja, 1 Kronieken. Ik heb 21, ja. Oh, ik heb mij voorbij gesproken. Jullie krijgen die dan te goed. Voordat we aan Salomo gaan, hier, dat is een andere gebeuren. Het is de volkstelling. De vader van Salomo, David, die had een zin gekregen. En die wou weten, hoe sterk ben ik? Hoe sterk ben ik om oorlog te voeren? Jullie weten, soms je liet de mensen tellen om te weten, dat is mijn jaarlijkse inkomst. Dat deden Romeinen. Omdat op die manier wisten ze, zoveel mensen voor die landen, en die landen kan zoveel bruto jaarlijkse omzet brengen, dus iedereen moet zoveel betalen. Dat was de taxe. Dat is wat er gebeurt met Jezus daar. Maar hier, God had gezegd, dat mag je nooit doen. Je moet op mij vertrouwen. Je mag nooit tellen hoeveel wapenmannen je hebt.
Omdat je moet in mij. Ik ben je sterkte, niet de mensen. David krijgt die zin. Joab, zijn generaal, zegt, dat mag niet. Het is een bevel. Oké, ik ben er tegen, maar ik voer het uit. En hij heeft het uitgevoerd. En daarna, God komt tussen en zegt, ja, David, je wordt gestraft. Je mag kiezen. Je hebt de keus tussen drie. En David zal uiteindelijk kiezen, liever in de handen van de Heer vallen. Hij is toch barmhartiger dan in de handen van mijn vijanden. Maar ja, de straf is ook niet mis. En daar zie je de engel die Jeruzalem nadert. En dan wordt David aangesproken en hij gaat daar een offer brengen. Voor die offer te brengen, hij gaat daar zelfs een veld kopen. Nee, dat is daarna. Hij gaat dus het veld kopen waar hij die offer gebracht heeft. En daar zal de tempel van Jeruzalem gebouwd worden, de Mont Moria. En we zullen zien hoe God feitelijk die offer zal er naar kijken. In Kronieken 21, vers 18 en vers 21. Eerst de context. Toen zei de engel van de Heer tegen Gad dat hij tegen David moest zeggen dat David op de heuvel op moest gaan om voor de Heer op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet een altaar op te richten. Hoe keek God daarnaar? Vers 26. Dus 1 Kronieken 21, vers 26. Vervolgens bouwde David daar voor de Heer een altaar en bracht brandoffers en dankoffers. Toen hij de Heer aanriep, antwoordde hij door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. God kijkt graag naar jullie en naar mij, als wij onze zonden belijden. En hij wil daarvoor graag in onze aanvraag om vergeving instellen. Hij kijkt er graag naartoe en hij is gewillig om dat aan te vaarden. En dat is wat hier David gedaan heeft. En hij zegt, manneke, ik ga akkoord met jou. Ik stop nu. Ik stop je te straffen. Ik stop het volk te straffen. En hij toont dat op die manier. Dus we hadden al vier. Dat was de vijfde. Ik heb mij versproken of besproken. Ik weet niet hoe het moet gezegd worden. Jullie krijgen de zesde cadeau. Dat is 2 Kronieken 7. 2 Kronieken 7, vers 1 tot en met 3. 2 Kronieken 7, 1 tot en met 3. Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers en de heerlijkheid van de Heer vervulde het huis. De priesters konden het huis van de Heer niet binnengaan, want de heerlijkheid van de Heer had het huis van de Heer vervuld. Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de Heer over het huis zagen neerkomen, knielden ze met hun gezichten ter aarde op de vloer, bogen ze zich neer en loofden de Heer dat hij goed is, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. God heeft het huis, de tempel dat Salomo gebouwd had, goedgekeurd, niet alleen maar de dienst, maar ook het gebed dat Salomo uitgesproken had. Ik zou graag dat God zo tegen onze gebeden op antwoordde. Niet te veel bosbranden of wat dan ook, maar dat God op die manier, op een wonderbare manier zou kunnen beantwoorden. En nu, het volgende. Ik denk dat we misschien naar het Nieuwe Testament zo mogen gaan. Behalve, nog niet, als er iemand nog voorbeelden zou hebben. Tot nu toe, we hebben voorbeelden gezien, en dat was de zesde, waar vuur uit de hemel van God kwam. Zijn er, of zo dat het bestaat, dat er vuur uit de hemel niet van of aan God toegeschreven zijn? Het bestaat. Hij had 10 kinderen. Hij was schatrijk.
van zijn regio. Hij was Gods kampioen. En in één dag of op heel korte tijd heeft hij alles kwijtgespeeld. Job. Dat willen we samen bekijken. Job. Hij was Gods kampioen. En God, zal ik het maar zeggen, op zijn Brusselse stoefde. En kijk, heb je hem gezien? Dat is mijn kampioen. Ja, gemakkelijk. Je zegent hem, je beschermt hem. Maar laat mij een beetje hem aanpakken en je zal zien. Wie sprak dat? Dat was de Satan. En wat gebeurde er dan? Job 1, vers 16. Terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei, het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten en verteerde ze. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Er staat toch geschreven, vuur uit de hemel, maar toegeschreven aan God. Is dat waar? Staat geschreven in de Bijbel. Maar we weten, als we de vorige versen hebben gelezen, dat daar de Satan erachter is. God heeft hier Satan toegelaten om vuur uit de hemel laten toekomen en het wordt op de naam van God geschreven. Zodat zich kunnen herhalen ergens in de tijd die misschien nog voor ons is. En daar wil ik er naartoe gaan. Nu kunnen we naar het Nieuwe Testament komen. Ik luister naar de referentie die je wil ons brengen. Waar vinden we die? Lucas 9, vers 54. Lucas 9, vers 4 en 50. Ja. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij, Heer, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet nederdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Ja, die kenden hun klassiek aan, die leerlingen van Jezus, maar verschrikkelijk, verschrikkelijk. Jezus moet door Samaria gaan en daar, ze vragen om gastvrijheid, kijk, we hebben geen plaats om te overnachten, zou het kunnen? Nee. Omdat ze wisten dat ze naar Jeruzalem gingen. En daar heb je iemand die een beetje te enthousiast is, die kent goed zijn Bijbel of zijn Oude Testament en herinnert zich, ja, Elia heeft 2 keer die Samaritaanse mensen daar, die 50-tal, we zullen ze ook straffen. En die komt hier met een voorstel. Wat zal het antwoord van Jezus zijn? Ja. Ik hoop dat we nooit die geest zullen tentoonstellen. Of zelfs niet in onze gedachten. En als het in onze gedachten komt, dat we daar onze tongen 7 keer zouden kunnen draaien. Niet om het spitser te laten uitkomen, maar om de mond, onze eigen mond te snoeren. Omdat dat is, zelfs is het Bijbels, een voorbeeld om niet te volgen. Dat is een voorbeeld om niet te volgen. Goed, hebben we een andere voorbeeld. We gaan naar Openbaring, het laatste boek. In Openbaring hebben we verschillende keer vuur. We hebben bijvoorbeeld met de 7e sou. Zegel, denk ik, ja. Dus vuur, die komt op aarde, maar dat is deductie. We kunnen niet zeggen dat het uit de hemel is. We hebben ook met de eerste trompetten. En daar hebben we, zoals met de plaag van Egypte, dus hagel en vuur, die komt. We hebben nog de 6e trompetten, waar vuur ook komt en 1/3 van de mensen daar komen in gevaar, maar het wordt niet geschreven uit de hemel. En ik wil
naar Openbaring 13. Ah, we zouden tenminste ongeveer moeten weten wat in die tekst zou moeten zijn. Openbaring 13, vers 11 tot en met 14. Openbaring 13, vers 11 tot en met 13. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee hoorns als die van het lam, maar het sprak als een draak. Dus ik ga even uitleggen. Dus de interpretatie dat we hieruit geven, dat is feitelijk het beest uit de aarde, dat is de Verenigde Staten. En het had twee hoorns, dus we zeggen, kijk, protestantisme en republikanisme, dus godsdienstvrijheid en het volk aan de macht ongeveer. Als die van het lam, ja, aan het lam, godsdienstvrijheid, maar het sprak als een draak. Oh, we hebben een beeld, maar het handelt op een andere manier. Dat komt met de tijd en het moet nog komen. En het oefent al de macht van het eerste beest. Het eerste beest was de beest die uit de zee komt. En dat erkennen we als de papatie, feitelijk. Dus die beest, de posum, ja, in een andere taal. We hebben hier de Verenigde Staten die feitelijk de godsdienstvrijheid hebben verworpen. En die oefenen, dus de eerste beest, de macht van het eerste beest, dat betekent dat die zal, hier hebben we de vereniging van geloof en, hoe zeg je dat, dus de macht van de mensen, de kerk en staat die samengaat. En de staat zal zeggen, kijk, het moet naar die geluisterd worden en jullie moeten handelen naar de normen van die. Dat betekent, Sabbat wordt de zondag en jullie mogen knielen, aanbieden, beelden bijvoorbeeld. En dat gaat rechtstreeks tegen twee geboden van God. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbieden, dus de pausdom, waarvan de dodelijke wond genezen was. Waarvan de dodelijke wond genezen was. We weten, de pausdom heeft een grote wonde gekregen toen generaal Napoleon, hij was nog niet empereur, stuurde dus een andere generaal, dus Berthier, om de paus gevangen te nemen. En die zal wel in de gevangenis sterven, feitelijk. Dat was de dodelijke wonde, dat was gedaan met de macht, feitelijk, van het pausdom. Waarvan de dodelijke wond genezen was. Wanneer is de pausdom weer een macht geworden? We weten dat Mussolini heeft aan het pausdom weer een statuut van staat gegeven. En dat is de herboren, feitelijk. Daar is het nog in de kiem. Maar vanaf die moment, pausdom begint weer op twee vlakken te spelen. Geloof en staat. En we zien nu hoe het aankomt, feitelijk. Iedereen gaat bij de pausdom knielen. Moslim, boeddhist, leiders van staten enzovoort. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Dus we zien daar al op beeld komen dingen die normaal niet zo moeten gebeuren. Vers 13. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken van het beest enzovoort. Waarover gaat het hier? En het doet grote tekenen, wonderen. We weten dat de Satan een misleider is. Hij speelt vals. Hij kent de Bijbel en hij weet wat er moet komen, maar hij probeert een beetje voor te zijn voor God feitelijk in de tijd. En hij begint al met grote tekenen, wonderen te doen, zodat de mensen denken, wow, dat komt van God, dat zijn christelijke mensen die wonderen doen enzovoort, dat kan alleen maar van God komen.
grote, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde. En iedereen zal denken, ja, dat komt van God. Dat komt van God. En iemand die laat vuur komen uit de hemel, dat is Gods man of Gods vrouw. Maar we hebben al geervaard of gelezen dat de Satan dat ook doet. En dat is wat hij hier doet. Waarover gaat het feitelijk? Gewoon vuur spelen? Vuurwerk? Het gaat over iets groter. Het gaat over uw aanbidding. Het gaat over uw toekomst. En ik zeg u, de mijne ook feitelijk. Omdat, wie moeten we aanbidden? God. Dat was de raadgeving van die engel naar Johannes. Ik ben alleen maar een van uw medewerkers. Mij moet je niet aanbidden. Aanbid alleen maar God. Wat was het doel van die beest daar? Het poosdom aan te bieden. En al die houten dingen enzovoort die erbij zijn. Dat is niet meer God aanbieden. Als u maar een beetje, genoeg, een beetje afwijkt van de zuivere aanbieding van God, is hij tevreden. Satan betekent het verdeler. Als u in uw hart verdeeld bent, dat betekent dat er een deel voor God is en een deel voor de Satan. Zo denken we. Maar waar God is, kan de Satan niet zijn. En waar de Satan is, kan God niet zijn. Het is wit of zwart, water of vuur. Het is God of de Satan. Als de Satan 1% van uw hart heeft, heeft hij het geheel. Daar gaat het over. En dus, het moet nog komen. We hebben het nog niet geervaard. Laten we even nadenken. In het Oude Testament. Welke zijn de twee personen die het meest met vuur niet hebben gespeeld, maar hebben mee te maken hebben? We hebben ze benoemd. Dat was Elia en Mozes. Elia en Mozes. Wanneer zien we die samen? Tja, laten we naar die tekst gaan. Matthäus 17. We kunnen dat in drie verschillende evangelie vinden. Matthäus 17, in Marcus en in Lucas. Matthäus 17, vers 3 en 5. Dus Matthäus 17, vers 3 en 5. Dus hier Jezus, dus vers 17, vers 1. En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg alleen hen. En hij werd voor hun ogen van aangedaan veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die hem spraken. Waar zijn die twee personen nu? In het graf? Nee. We weten door brieven van Judas dat Mozes drie dagen na zijn dood is door Michael, de archangel, is opgestaan geweest. En nu is hij met hem in de hemel. Elia is ook vuur. Hemel, maar een karretje van vuur naar de hemel, niet uit de hemel. Hij is ook bij God. Daar hebben we twee raadgevers die veel met vuur hebben gedaan, die bevestigd zijn in hun leven en verdedigd zijn door God in hun leven geweest, en die zijn bij God. En die twee mensen zijn daar met Jezus.
En zie, aan hen verscheen Mozes en Elia, die met hen spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u het wil, hier 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia. Dat is een gelegenheid om zijn mond dicht te houden. Petrus heeft die niet gegrepen. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichte wolk overschaduw hen en zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon. Over wie gaat het? Over Jezus. In wie ik in mijn welbehagen heb. Oké. En wat hier de laatste 3 woorden. Luister naar hem. Luister naar hem. We weten dat de Satan een grote vervalster is. En wat gaat hij ook vervalsen? De terugkomst van Jezus. En hoe moeilijk zal het zijn voor de mensen die de schriften niet nauwkeurig bestuderen te weten, de Christus, waarvan we weten, hij was bij God, hij is terug en hij zegt, mensen, ik ben van God, ik ben Gods man. Vuur van de hemel. Heeft Jezus ooit zomaar een wonder gemaakt op bevel van mensen, of aanvraag van mensen, heeft dat geweigerd. Om zich te bewijzen. Nood. Maar die zal het wel doen. Nood ingaan. Dus hij doet dat. En dan hij zegt, weet u, die nieuwe regering daar, die zegt dat jullie moeten de zondag in eerbied, dat jullie moeten knielen enzovoort, dat is het. Dat moeten jullie volgen. En die ambetante mensen daar, hè, aan de kant. Hoe moeilijk zal het zijn voor de mensen die Gods woord niet kennen en niet nauw kennen, om dat te kunnen weerstaan. Het was moeilijk voor Johannes, de ouderling, die wist in hart en ziel om dat te weerstaan. Daarom heeft Jezus die waarschuwing gegeven. Als u hoort dat er wordt gezegd, daar is hij, daar is Jezus, gaat er niet naartoe. Want de verleiding zou zo groot zijn dat je wat verdorie toch zou aanbieden. Ik hoop dat dat voor jullie niet zal gebeuren en mij ook niet. Ik hoop dat God ons de genade zal geven, omdat je verwacht het zoveel. Je verlangt ernaar en het komt. En je wil erin geloven. Maar het gebeurt niet zoals God heeft gepland. Omdat het zal niet alleen maar op hun plaats. Iedereen zal het kunnen zien. Ja, de dag van vandaag, micro, camera enzovoort, iedereen kan het overal kijken. Nee, we zullen niet trucjes moeten gebruiken. Iedereen met zijn eigen ogen zal het kunnen zien zonder naar een scherm te moeten kijken. Waar blijft die 7e keer? Die 7e keer zal toch uiteindelijk komen. Ik ben op zoek. Openbaring 20, vers 9. We willen dat samen nemen. Openbaring 20, vers 9. Ah ja, 9. Ja. Dus dat is na die 1000 jaar. Iedereen is opgestaande. Ik zeg iedereen, de getrouwe mensen zijn met de terugkomst van Jezus, de eerste terugkomst van Jezus, opgestaan. En hebben hun eerste vliegles genomen met de engel als begeleider en gaat naar Jezus naar de hemel op de wolken. En in 1000 jaar zetten ze geen voet op de aarde. Ze zijn daar in de hemel bij God. Na die tijdsperk waar Satan is geketend hier op aarde met zijn engelen. Ze zijn op dop feitelijk. Ze kunnen niets doen. Ze kunnen alleen maar tot bezinning komen. Maar dat brengt niets op, zal ik zeggen. Na die 1000 jaar op de mensen die niet met Jezus zijn, zullen ook opstaan.
En daar zal die zevende keer komen. Dat is. Ja, laten we het gewoon lezen. Hè. En zij kwamen op over de brede van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalt vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. Dat is het laatste keer dat God zal vuur uit de hemel laten komen. Om de mensen die hebben gekozen of niet coherent zijn geweest om met Jezus te leven, te straffen. Naar de maat van hun zonden enzovoort. Moeten we de steen gooien naar Johannes? Zeker en vast niet. Hij was, zou ik zeggen, zo een apostel. Zo een christen. Hij was daar in gevangenis, op een eiland als gevangene, door zijn getuigenis. Ze hadden wel willen gefritureerd. Ze hadden wel in kokend olie gezet, zegt de traditie. Hij is levend eruit gekomen. Dus op verbanen. Dus als iemand heeft getuigd over zijn geloof, dat is het wel hem. Had hij een nauwe band? Had hij de rode telefoon? Had hij de rode lijn met God? Ja, God gebruikt hem. Als hij in die verzoeking is gekomen, kan het zeker en vast met ons gebeuren ook. Maar we zijn gewaarschuwd voor verschillende punten. Alleen maar, er staat geschreven geld. En heel nauwkeurig. En een tweede les, wat wij zien en horen, moet getoetst worden met het staat geschreven. Omdat je zou het wel willen erin geloven. Het zal bijna hetzelfde kunnen zijn, maar niet. We zijn gewaarschuwd. En laten we vooral bidden dat God ons de genade geeft. Wat er ook met ons zou kunnen gebeuren. Dat we standvast kunnen blijven in ons geloof. En ik wil gewoon als oproep, ik moet mijn blad vinden. Ja, hier. Openbaring 22, vers 17. Openbaring 22, vers 17, als oproep. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Water des levens, het water die u reinigt van uw onreinheid en van uw zonde. Het is ook symbool als de Heilige Geest, dus laat u verzoenen met God. En laat u blijven verzoenen met God. En laat u gelijk worden aan God door de inwerking, dagelijks inwerking van de Heilige Geest in u. Vers 20 en 21. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom Heer Jezus, spoedig. Oei, dat is meer dan bijna 2000 jaar dat die tekst geschreven is. Maar we zien het wel, dat als die tijd een beetje langer is gebleven, alles zal nu heel, heel vlug op elkaar volgen en de Heer is aan de deur. Hij klopt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.